Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I am Weather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op IAmWeather.com Goedendag, mei is erg nat van start gegaan door verschillende onweersbuien die de afgelopen dagen overtrokken. Lokaal heeft dat al voor een maandsom aan neerslag gezorgd, zo'n 60 mm tot lokaal zelfs 70 mm regen. En dat zorgt natuurlijk lokaal ook wel voor wat wateroverlast. Maar goed, of we dat natte weerbeeld ook de komende weken gaan vasthouden... daar ga ik dieper op in, in deze 30-daagse weersverwachting. De weerkaart van vandaag. Dan zien we in ieder geval duidelijk waar we dat natte weer aan te danken hebben. Aan lage druk invloed. Daar hebben we de komende dagen ook nog mee te maken. Met regelmaat worden storingen aangevoerd. Ook die over ons land trekken. Ook op Bevrijdingsdag is dat het geval. In een nieuwe week verandert er in eerste instantie weinig, met ook op maandag nog lage drukgebieden die een beetje over onze omgeving tollen. En dinsdag is dat ook het geval, maar daarna zien we toch een verandering. Een hoog drukgebied werpt zich op boven West-Europa en verplaatst zich uiteindelijk richting Scandinavië, waardoor bij ons de wind vanuit het oosten gaat waaien over het droge continent. Er wordt ook droge continentale lucht aangevoerd. Krijgen we er met meer zonnige perioden te maken? De temperatuur stijgt dan al gauw richting 20 graden en dan hebben we echt wel met een stabiel weertype te maken ten opzichte van dat natte weertype waar we nu mee te maken hebben. Die luchtdrukafwijking zien we ook duidelijk terug op deze afwijkingskaart van de luchtdruk. 5 tot 10 hectopascal boven normaal. Ik denk dat we wel nog een verschil gaan zien tussen het begin van de week en het einde van de week. Aan het begin nog wel die lage druk invloed op maandag en dinsdag. Daarna dus die invloed van hoge druk met droge weer en meer ruimte voor de zon. De temperatuur komt daarbij rond gemiddeld uit in die week. Dat is zo'n 17 of 18 graden. In het zuidoosten kunnen we later in de week echt wel weer richting die 20 graden gaan. Voor de rest zien we grote verschillen tussen het noordoosten en het zuidwesten van Europa. In het zuidwesten zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. Terwijl het noordoosten 3 tot 6 graden onder normaal in de verwachting zit. Door die hoge drukinvloed verwachten we ook een drogere week dan gemiddeld. Maandag en dinsdag nog wel die buien, maar daarna wordt het echt droog met ruimte voor de zon. Zo'n 0 tot 10 mm minder dan normaal in onze omgeving. Maar ook in het zuidwesten van Europa is het echt wel droger dan we gemiddeld in, dit jaar, uh, in deze tijd van het jaar kunnen verwachten. Nou, dat droge weerbeeld kun je altijd ook goed terugzien in de weerpluim aan de hand van de dagelijkse gang. Als we kijken naar komend weekend, dan is er vaak meer bewolking aanwezig door de buien die dan ook nog overtrekken. En dan zien we weinig verschil tussen de maximum- en de minimumtemperatuur. Maar kijken we verder in de week, dan worden die verschillen tussen maximum- en minimumtemperatuur steeds groter. En dat komt doordat er meer opklaringen zijn. In de nachten kan het dan steviger afkoelen. Terwijl overdag de temperatuur makkelijker stijgt doordat de zon meer ruimte heeft om het aardoppervlak op te warmen. Dus dat kun je daar altijd mooi in zien of we met een droger weerbeeld te maken gaan krijgen. Kijken we een weekje verder, dan zien we in eerste instantie nog weinig verandering, toch iets meer invloed van hoge druk dan gemiddeld in onze omgeving. En dat betekent dus ook dat we waarschijnlijk droge weer dan gemiddeld kunnen verwachten. Niet zo duidelijk staat dat in de kaarten als de week van 6 tot 13 mei, maar ik verwacht geen verregende dagen in die week. Wellicht een enkel buitje, maar dro het droge weer zal dan toch echt wel overheersen. Qua de temperatuur komen we waarschijnlijk wel iets boven gemiddeld uit. En dat betekent dat we al gauw richting die 20 graden gaan in onze omgeving. In delen van Frankrijk gaan we dan echt wel richting die 25 graden, zeker in de zuidelijke delen. Kouder dan gemiddeld is het dan nog steeds in het noordoosten van Europa. Dan sla ik even een weekje over, want de week van 20 tot 27 mei ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als de week van 27 tot mei tot en met 3 juni. Zien we wel een kleine verandering. Misschien iets meer invloed van lage druk, maar hoge druk bevindt zich ten zuiden van ons. En wij liggen een beetje op dat grensvlak. En dan is het altijd een beetje onzeker welke van de twee dominanten gaat worden in onze omgeving. In de temperatuur zien we wel duidelijk temperaturen rond normaal. En eind mei, begin juni betekent dat op grote schaal toch wel die 20 graden. En als er dan toch ook een zonnetje zichtbaar is, is het eigenlijk heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Samengevat, zien we dat na maandag en dinsdag die temperatuur echt wel omhoog gaat richting die 20 graden. Wordt het warmer dan gemiddeld in die week. En het weerbeeld laat echt wel veel droge momenten zien door de invloed van hoge druk. Daarna in de tweede helft van mei, daar komt er toch wel wat meer onzekerheid. Wordt die lage druk toch wel dominanter of kan die hoge druk vanuit het zuiden nog oprukken? Dat is nu nog wat onzeker. Maar verregende dagen, dat zit er voorlopig niet meer in. En we krijgen echt dus wel met een wat droger weerbeeld te maken. Tot de volgende keer.